Pak er zo niet heen. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Hans van de Vierde. Volgende week ben ik hier gebleven waarbij we nu in ieder geval Joegoslavië alvast kapot hebben gemaakt. En Oké, hier staat ze. Oké, top. Deze aflevering wil ik in ieder geval Roemenië en Tsjechoslowakije proberen aan te vallen. Als dat kan. Maar dat zien we vanzelf wel. Nee, niet zo. Zoiets. Oké, even zien. Waar hebben we eigenlijk nog wat leren? Nou ja, in ieder geval Dalmatia, dat wordt voor Italië wanneer ik dan South Roll krijg. Dat zal ook wel heel chill zijn. Even zien. Ja, gewoon wat meer equipment, denk ik. Nou ja, Naval Dockyards, die gaat toch binnenkort weer weg. Medium bomber, ja, maar die hebben we nog niet. Even zien, military staff. Meer defense. Oh ja. En daarna moet ik even kijken wat we dan gaan doen. Pas voor Transylvania. Waar staat Tsjechoslowakije dan? Of we moeten dan dit doen. Dat kan natuurlijk ook. Nou, dan gaan we gewoon binnenkort dit eens doen. En dan gaan we gewoon Germanic Brotherhood doen. En wat. Tank Alliance with. Oh ja, dan kunnen we beter deze doen. We shall see. Oké, ja, dat kunnen ze nog wel doen. Deze zien eruit dat die even getraind moeten worden. Dus dat gaan we ook eventjes regelen. Dan gaan we deze eventjes naar de vliegtuigen doen. En dan even medium bombers en heavy fighters of zo doen. Om ook een beetje een air force te maken. Ze zeggen dat ik low on manpower ben. Kijk, deze doe ik eventjes. Even zien. Hoppakee. Just as planned. Against Annex War Goal against the Swiss Confederation. Die kunnen we alvast wel beter doen, mocht ja, Duitsland, of ja, Duitsland wel tegen Frankrijk willen vechten, dan hebben we in ieder geval alvast een border. Zoiets. Als we Zwitserland hebben, dan hebben we in ieder geval één obstakel weg. Japan heeft oorlog verklaard aan China.
wow. Zo. Ja, dat heb je dan. Oké, Ethiopië is kapot. Zo. Daar wachten we nog maar eventjes mee. Ja, die bombes die komen er aan. Dus ik ga nu even oorlog verklaren. Oké, top. Zo. Mini obstacle. Fighters binnenkort even hebben. Zie, daar is Duitsland mee bezig. Oké. Top. Ze hebben hier in ieder geval wel goed hun borders versterkt.
Wacht, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat het leuk vond. Geef een like, abonneer op het kanaal. Zie ik voor een keer weer. Later.